vind het schrikbarend dat ik nog zoveel vind. Na al die tijd. Door het stormachtige weer zijn het bijzondere tijden voor Ed Mallecoten. Hij vond 7 granaten in de afgelopen anderhalve maand. Door de westenwind van de storm hier al wordt de duin al langzaam weggehaald door het water. En dan kom je op dieptes waar je eigenlijk nooit komt. En dan heb je meer kans op andere muntjes en al andere activiteiten die je kunt vinden dan die je normaal niet vindt. Dus dit is eigenlijk een toptijd voor jou, hè? Dit is een hele mooie tijd op dit moment, ja. Ed heeft alle granaten ingeleverd bij de politie. Hij is nog wel bang dat er ongelukken kunnen gebeuren. Ik hoop dus ook gewoon dat de explosieve dienst hier dus wat mee gaat doen. Ja. Dat het strand hier goed doorzocht wordt? Onder andere, ja. En wat zou er kunnen gebeuren? Wat zou er kunnen gebeuren? Een spelend kind die niet weet wat hij doet of waar hij mee bezig is. En die vindt zoiets. Boem, is kind weg. Totdat er extra gecontroleerd wordt, zal Ed zijn best doen om de stranden veilig te houden. Zolang als het kan, doe ik het heel graag. Ja. Medemblikkers zijn de stank van de HVC-centrale in Middenmeer meer dan zat. Ja, zo'n vieze geur. Ja, ik kan het niet beschrijven. Gewoon een beetje kadavergeur eigenlijk. Zo ruikt het eigenlijk, vind ik. Nou ja, ik hoor dus regelmatig om me heen dat mensen daar echt benauwd van worden. Ze krijgen er klachten van en ze gaan hoesten en ze worden er echt heel vervelend van. En migraine, hoofdpijn vooral, waar ik zelf dan ook last van heb. En echt, je wordt er echt gewoon een soort van onpasselijk van. Met een petitie en 1500 handtekeningen eisen ze maatregelen van de provincie. En ik hoop dat u onze klachten serieus neemt en... Ik maak graag weer een keer een afspraak met u, overigens ook met alle andere commissieleden. Want het lijkt me goed om met elkaar daar gewoon een keer naartoe te gaan en zelf te constateren wat er aan de hand is. Ja, u weet dat ik het serieus neem en ik ga er straks nog even iets over vertellen. Oké, prima. Ja, dank u wel. Alsjeblieft. Dank u wel voor de aandacht. Ja, dank u wel. Hartelijk bedankt. Nou, ik verwacht in ieder geval dat we vanaf nu serieus genomen worden. En dat er ook werkelijk wat aan gedaan gaat worden aan die stankoverlast die wij al jaren hebben. De provincie deelt de zorgen, maar wacht het onderzoek wat loopt af. Wat ik nu op korte termijn ga doen, dat is in mijn rol als raadslid, dat ik vragen ga stellen, in ieder geval bij de gemeente Medemblik, in hoeverre zij ooit betrokken zijn geweest en of ze wetenschap hebben van alle vergunningen die verleend zijn daar. Ja, u houdt wel vol? En wij houden absoluut vol en ik heb al eerder aangekondigd, de komende jaren, de komende tijd, desnoods zitten we hier elke maand. Een automobilist is met auto en al in het water beland. Volgens getuigen moest de bestuurder afremmen voor overstekende eendjes. Een andere auto knalde er vervolgens achterop. Wonder boven wonder raakte niemand gewond.